Ja, Luc, Jordan Thesen krijgt nog even de groeten van het publiek, de positieve groet. Ja, kijk, hij heeft zelf excuses aangeboden en dat heeft hij heel netjes gedaan, iedereen alles. En hij kwam gewoon tot bezinning dat het toch niet helemaal slim was van hem. En we hebben hem vergeven en hij is een jongen van de club, hij geeft dat alles voor de club. Ook vandaag, hij heeft gezegd ik ga alles voor het team geven en dat zie je ook. Dus we hebben vergeven daarin en het is mooi dat het publiek hem ook vergeven. Ja, het publiek ook gedurende de wedstrijd. Begon met wat gefluit en het eindigt zo. Ja, maar ja, dat heb je altijd. En dat heeft hij misschien ook een beetje verdiend. Maar gelukkig is dat allemaal weer goed gekomen. Wat vond je van deze wedstrijd? Want 5-1 klinkt uitstekend. Klinkt uitstekend, maar we begonnen absoluut niet goed. En dan kun je zomaar 1-0 achter staan zelfs. En dan hebben we gelukkig genoeg kwaliteit om wel door hun heen te spelen. En dat zag je ook dat we heel veel... We hadden er zo eerst de helft al 5-6 kunnen maken. Maar ook toen we 1-0 voorkwamen hadden ze ook nog een hele grote kopbal. Grote kopkans die Walter goed pakt. En dan blijft het gelukkig 1-0. En daarna bouw je uit naar 3-0. En dan weet je eigenlijk dat het wel gespeeld is de wedstrijd. Dus positief, maar net als vorige week een wedstrijd met verbeterpunt. Ja, nee, zeker. En dat weten we. We hebben heel veel kwaliteit in het team. En alleen... Dat gedeelte, hoe we staan verdedigend soms, hoe we druk zetten samen, hoe we achterin dingen opvangen, dat moet beter. Want we geven toch te veel weg daarin af en toe nog. Dankjewel. Yes,